Hey, hallo en welkom bij de video. Vandaag, deze video, ik heb echt geen flauw idee wat er allemaal gebeurt. Het is half serieus, half niet serieus, dan weer serieus, dan weer niet serieus. Komt erop neer. Je moet nu abonneren en even liken, 3000 likes. Kijk, we hebben inmiddels behoorlijk wat abonnees. We komen echt al in de buurt van de 100 en 4000. Dus check zeker even of je bent geabonneerd. Ik wil bij de 100 en 10.000 abonnees een keertje een giveaway doen. Dus volg me zeker ook even op Instagram. Maar ja, dan moet ik eerst 100 en 10.000 abonnees hebben. Dus nu word je geforceerd. Ja, en gewoon veel kijkplezier, denk ik. Dit is die weer. Hey! Jordi, doe ook even je kleren uit, joh. Ik zit een poepvlek. Ik heb mijn ring niet absoluut goed afgeweegd. Hey, maar boys, wat nou als we gewoon even met z'n allen de uurtje bier drukken? Dan verlagen we heel z'n auto. Oh, kut. Oh, wat is joh. Willem! Oh, met ons bedoel je? Oh, ik dacht met auto. Jordi, wat doe je? Ik ben een airplane. Nu moet je rennen. Nu moet je de bom rennen. Maar ze hebben letterlijk geen plekje nodig. Ja, echt. Kijk, Jordi. Dag, verder. Hey. Ik ben... Oh, yeah. Yes. Zie Jordi, jongen. Jullie zitten lekker naar Brent te kijken. Sniffel, snaffel, snavel. Ik ruik wat. Bij mijn navel. Er hangt een raar geurtje hier. Ik zou niet weten. Brent, jongen. Waar kwam dat van? Doe nog iets, jongen. Ik heb geen mensen. Geef me samen wel een seintje. Hey, Lucas, jongen. Ja, maar ik doe helemaal niks. Ik sta gewoon letterlijk stil. Lucas, jongen, stop eens. Dit is wel echt wel één fuckfest, jongen. Fuck jij, jongen, die. Bert loopt weg. Jongen. Hey, fuck hem, man. Hoe is het, jongen? Ik heb hier helemaal de schat, jongens. Handen omhoog. Handen omhoog. Ja, dat was wel echt een mooi steekje. Wat is dat dan? Hey. We moeten nog wel bespreken. Wat dan? Hallo. Ja, gisteren. Ik hoor je niet zo goed, de verbinding is slecht. Oh. Wij moeten nog wat bespreken. Dat klopt. Ik trek wel even mijn zakelijke outfit aan. Yes, let's go. We doen het onder een mooie jogsessie. Ja, ik prima. Shit doen. Naar ganghuis. Nee. Nee, grapje. Oh. Doe Jerry. Komt hier. Oké, okay. Yes. Ondanks de goede uitkeringen, moet Willem nog wel wat bespreken met jou. Ja, ik ga eerst even langs het ziekenhuis. Is er iemand in de buurt die toevallig een bezem zoekt? Ik zoek een broek, geen bezem. Oh. Willem. Ja, zeg het eens. Jij wilde nog, wij zouden zo gaan over de strand hier, In tegenstelling tot jij, toen jij episch naar de legerbasis bent gebracht, is Willem heel stom naar een kutgarage gebracht. Ja, je ziet waar hun interesse ligt, Willem. Daarbij heeft Willem waarschijnlijk dezelfde informatie gekregen als jij. Dat klopt. Ja. Echter, weet jij dat ik natuurlijk meerdere taken had dan alleen... Voertuigen. Voertuigen? Ah, hun zijn de voertuigen. Ja, maar je weet ook, zeg maar, naast Riddler wat ik nog meer moet doen, hè? Oh ja. Dat bedoel ik. Ik heb daar ook informatie over gekregen. Over de mannen. Ja, over de mannen. Dus wat moet jij specifiek doen? Willem moet eigenlijk achter woonlocaties, achter die sniper komen, achter bewapening, over contacten. Mm-hmm. Waar werkt hij mee samen? Willem heeft een pennetje gekregen. Een pennetje met? Een videocamera. Die maximaal 30 seconden kan opnemen. En dat 3 keer per dag. Dat is oprecht wel sick. Ja, die Willem gekregen. Dus als Willem ooit met Riddler is, dan moet Willem maar op een knopje drukken. En dan heeft Willem 30 seconden aan opname. Een audio-opname, gok ik alleen, hè? Nee, videopen was het, zei je. Maar dan moet je toch gewoon... Waar heb je hem dan? In je borstzak of zo? Ja, waarschijnlijk. Dat je hem als een soort pennetje in je borstzak hebt. Dus... En jij bent van plan om daadwerkelijk Edward erbij te lappen? Weet je wat het ding is, zeg maar? Hij gaf zo'n heel moeilijke keuze. Want hij zei ook dat hij meestal aan het goed praten was. Ja. Dus... Ik denk dat hij wel misschien doorheeft dat de politie hem ook... Dat wij ook aan hem informatie moeten pakken. En van de tussentijd... Politie. Ja, maar in die tussentijd dat wij informatie pakken... Kan hij bezig zijn met de Mason ompraten. Dat, dus wellicht na afloop. Ja, maar dan naai je hem wel echt heel erg. Als hij en Mason heeft omgepraat... En weer terug tot leven heeft gebracht... En dat we hem vervolgens erbij mappen. Ja, Willem wordt de laatste tijd achterna gezeten. Door? De Zodiac. Zodiac, en dat is?
Zodiac is een moordlustig persoon die Willem maar al te graag dood wil. Is dat er met die boodschappenzak over zijn kop? Ja. Dat is degene die we naast tegenkwamen. Dat is die gast met dat maskertje over zijn koppie. Ja. En die heeft jou geprobeerd te vermoorden. En toen heb ik hem keihard in zijn nek getjoekt. Weet je ook zijn echte naam? Want ja, je hebt ook Riddler, maar dat is natuurlijk Edward Nigma. Maar wie de fuck is Zodiac? Alleen noemde hij zichzelf Richard. Richard, maar dat is, ja. Zou die echt Richard heten? Geen idee. Vraag hem er dan af. Oké, en je hebt al, heb je info van die Zodiac? Hij heeft een vuurwapen, dat weten we. Niet bang om te gebruiken. Wie is dit nou weer? Is dit Bert? Ik zie een rode jas. Dit is BJ. Ik heb jou nog nooit in wat is dit andere outfit gezien. Maar dat ding drift, jongen. Ik mag ik eens driften? Ja, je mag even driften. Ah, gaat wel lekker hoor. Ik word gebeld door Gerard. Oude lullapswans, vieze oude man die bijna dood gaat in zijn ouderdomsperiode. Hoe is het? Ja, goed. Hey, toevallig, hè. Ik zit hier midden in een hele mooi celletje. Je zit in een mooi celletje? Ja, en ik wil graag jou als advocaat. Je wil mij als advocaat? Ik ben een duo-advocaat, ben ik zelfs. Op het moment. Twee? Ja. Oké, ja, dat vind ik helemaal top. Je zijn vier mannen. Je zijn allemaal een beetje omheen te koekeloeren. We zijn duo-advocaat, oké? Zeg maar dat er twee advocaten aankomen. Is goed. Ja? Yo. Wat willen we nou als advocaat gaan spelen? We gaan advocaat zijn voor open Gerard. Oké, doen we. Dus laten we maar met de auto gaan. Dan kleden we ons even netjes, oké? Ik wil een pak hebben. Hey Gerard, we zijn er bijna. Oh, hij is er bijna. Ik moest me eventjes omkleden. We zien er echt niet uit. Althans, ik zie er echt niet uit. Kan ik het dus naar beneden? Althans, je moet natuurlijk begrijpen. Ja, loop maar alvast naar mijn Audi toe. Ik neem je mee. Ja, prima. Dat is niet bepaald hoe je als advocaat beneden komt, hè? Nee, maar het duurt al lang. Ik denk, dan hoor ja, je maar het. Ja, nou ja, dan moet je even bij hem zijn daar. Ja, maar dan hoort Willem het ook. Willem stond net zo ver als ja, dan moet je naar Willem toe lopen. Volgende keer niet in mijn auto stappen. Oké. Nou, nu mag je wel instappen. Nee, nou, meneer, je bent een beetje dubbelzijdig. Ik snap nou niet wat je wilt. Willem kan nu als advocaat. Stap alsjeblieft uit. Als je zo graag moet je gewoon al los wil. Ik zweer het je, hè. Nog één keer en ik zet je bij de buitengang, bij de uitgang neer en Gerard heeft geen advocaat. Oké, prima. Wat? Gewoon meewerken en niet irritant. Gerard, zullen wij maar vast die kant op lopen? Nou, ik loop wel even met je mee, want hij is nogal... Komen jullie maar deze kant op. Gerard, wat heb je aan? Eerst, wij gaan eerst de ruimte in, even wachten. U bent van op de hoogte waar uw cliënt van wordt verdacht? Oh, dat bent u nog niet? Nee. Oh, mishandeling ambtenaar in functie. Schuldig. Ja, mag ik wel, die man met jou goed. Bernard is net in elkaar geslagen in de cel. Schuldig. Poging tot moord, ambtenaar in functie. Ja, wacht, ligt aan de ambtenaar in functie. Ja, maar net zeggen, wie is de ambtenaar inderdaad? Jeroen Boersma. Schuldig. Oh nee. Dankjewel. Oké, okay, nou. Aanvullende informatie, meneer Boersma heeft het zelf ook al bekend. Waarom staan wij dan überhaupt hier, als hij het al bekend heeft? Ja, nou, hij heeft het recht op een advocaat en hij wil die gebruiken. Dan gaan we, moeten wij even zo meteen, mogen wij met de cliënt spreken? Hij zegt, ja, maar hij zegt dus letterlijk tegen ons, ja, ik wilde hem vermoorden. Ja, en dat is dubbel ambtelijk zicht. En ik ben de volgende op de lijst. Gerard, ja. kom eens staan hier. Niet hier waar ik nu sta, kom eens hier staan. Vertel eens, wat is er gebeurd? Wat is jouw kant van het verhaal? Ik zag een motorrijden, ik vroeg hem voor advies. Ik hoorde aan zijn stem dat ik hem herkende. Ik had hem laatst ook al hij heeft mij laatst ook al betrapt, omdat hij dingen aan het doen was waar ik niet blij mee was. Wie? Ja, Jeroen. Ik zat Jeroen politie... heeft jou, is jou betrapt om dingen te doen. En wat waren die dingen? Ik zat een politieauto aan kapot aan te slaan. Ja. En toen had hij dat gezien. Ja. En toen ben ik aangehouden voor vernieling. Wanneer? Een tijdje geleden. Wanneer vroeg ik hierom? Nee! Idioot, mijn hoed! Noodknop, Gerard! Mijn hoed, Gerard! Gerard, mijn hoed! Wat is er jongens, hij is schuldig, geef hem maar 10 extra maanden. Precies. Bernard, stop die stok in zijn hol. Mijn hoed, mijn trots, Die ben ik niet meer slim. Willem! Ja, 5 extra maanden voor Gerard. Ik denk dat jullie werk erop zit. Ja, ik wil wel een vergoeding voor mijn hoed. Oh, zo. Nou, dan kan ik wel 400 of 200 nieuwe hoedjes verkopen. Ik heb nog nooit zo'n slechte advocaat gezien. Het ging mij meer om het geld dat ik mogelijk kon krijgen. Ik ben heel eerlijk. Al krijg die extra maanden dat ik niet uitgemaakt. Nee, jij wordt gelijk vervoerd. Tot zover ons advocatenleven. Blakkers voor blakkers. Ja, Corrie. Hij staat nu ook vanaf vandaag dit moment op mijn lijst. Maar jij bent zo dement als wat tegen de tijd dat jij eruit komt, ben ik alweer eraf, weet je? Nou, tot ziens. Hey, succes jongens. Ik zie je over een paar jaar, Gerard. Hoe lang heeft die Sky? 3 jaar. Oh, tot over 3 jaar, Gerard. Ik vond wel dat ik Gerard goed had. Ik heb goed als advocaat gespeeld. Ja, op zich wel. Mijn werk zit hier weer op.
Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Hey. Avond. Avond inmiddels al. Avond, ja. Hey, er is juist een schietpartij geweest. Oei, waar? Weet je waar het motel is? Nou, wij zijn er ook niet geweest samen, hè, Edward? Daar is juist iemand geschoten. Oh, dat kan wel kloppen. Oh ja, dat klopt, ja. Daar is juist iemand beschoten. Tranky. Oei, heb jij dat gedaan? Heb jij er iets mee te maken? Ik doe niet aan dat soort vreselijke dingen. Nee. Ik heb gelijk de politie gebeld. Mm-hmm. Dus ja, mocht je even om het hoekje willen komen kijken, dan ja, wie weet. Hè. Ik kom wel even kijken zo, oké? Jo, jo. Ik, Trankie, ik weet nog wel precies wie dat is. Ja, precies. Waar gaan we heen eigenlijk? Ja, ik kreeg net een belletje van Edward dat er geschoten is bij de MWSF Motel. Er is geschoten, Trankie is neergeschoten. Oeh. En Trankie is natuurlijk degene die Edward heeft neergestoken toen hij uit de gevangenis kwam. Terecht. En hij zei, kom anders even om het hoekje kijken. Dus laten wij eventjes gaan koekeloeren, want wij hebben toch niks bij ons. Zullen we even langs het motel? Weet jij uit de hoofd hoe je heen komt? Ja, Willem zet waypoint. Oké, Willem, we zijn ter plaatse. Dat is niet waar. Dat is het voertuig van de ridder. Ach, bukken. Hey, dat is Emilio. Let op. Psst. Blijf er even staan. Psst. Hallo? Hoezo blijven staan? Wat is er gaande? Ja, oh my god. Er is hier iemand beschoten. Slechte timing. Oh mijn god. Hey, ik ben net met jullie geweest, heren. Althans, ik ben net met jullie geweest. Dit was hem niet. Dit is wel niet te verdachten. Ik ben letterlijk net met jullie geweest, jongens. Rustig aan. Jij schrikt je ook dood? Ja, ik kom hier aan en ik word lekker op geschoten. Goedemiddag. Ik heb vier wapens. Je bent echt een lul, hè? Wordt gelijk op me gericht, zo, jongen. Ik moet zeggen dat ik toch al even moest gniffelen toen jij een BTGV op je dak had. Ja. Zo, ik kom hier gewoon aan en dan wordt gelijk Edward, dat op me gericht. Een belachelijke hoed op trouwens. Edward, ze zoeken je. Ik heb hier met Trankie afgesproken, dat is een goede vriend van me. Ja? We zouden een overeenkomst tekenen en Edward die besloot om Trankie in zijn knie te schieten. Oh, dus het is wel door Edward beschoten? Yep. Ja, hij belde me al dat Trankie neer was geschoten, maar hij heeft hem ook doodgeschoten of? Nee. Trankie ligt daar met een schot rond in zijn knie. Waar? Bij het zwembad. Oh, bij het zwembad. Maar, oh mijn god, hij loopt hier ook gewoon. Oh god, nou is iedereen er hoor. Nou kan het feest echt beginnen. Hey, erbij. Gast, ik kwam hier aan. Zag je hoe die dingen? Ik vond het zo grappig. Zag je dat, Willem, wat er gebeurde toen ik de trein opkwam? Ja, Willem was jou echt aan het uitlachen. Hey, oké, luister. Ik ben dus gecontacteerd door Renzo Holte. Ja. En het ziet er nou uit dat de politie een beetje op een rattentour is. Ik ben natuurlijk aan het verkondigen dat ik op het goede pad zit. Dat zit ik trouwens ook, voor degene die momenteel iets van een audio-opnametje bij zich hebben of iets in die richting. Wat Renzo jou heeft voorgelegd, ja. Hij heeft mij ook een aanbod gedaan. Oké, dus ze zijn echt inderdaad wat jij al zegt op de rattentour. En wie moet ik in de gaten houden? Wie moet je in de gaten houden? De darkness. Dat meen je? Enkel de darkness. Ook de straatjes ken. De stoeptegels. Ja, precies. En dat is allemaal niet heel boeiend. En in het specifiek noemen ze jullie twee. Ons en nu weet ik toevallig af, oh jee, maar van de deal natuurlijk. Ja, daarom. Dat is misschien ook mijn logica erachter. Maar ik denk niet dat hun weten dat ik dat weet. Mm-hmm, nee, daar ga ik vanuit. Ik kan het me niet voorstellen. Ik kan dat zeggen. Ze hebben mij wel wat dingetjes gezegd. Zoals? Ze hebben bewijs tegen jullie van de bankoverval. Dus dubbelcrossen ons, als het ware. Ja, wat eigenlijk wel te verwachten was natuurlijk. En sterker nog, vroeger dan ik dacht. Ja? Ze zijn momenteel bezig met een gigantisch aanhoudingsbevel. Van alles en iedereen. En momenteel hebben ze dus geen bewijs tegen mij, wat een hele goede troef is. Maar ze hebben bewijs van de bankoverval. Ze hebben bewijs dat er een juweliersoverval is gepland, momenteel. Dus of jullie hebben een snitch. Ik kan het zeggen, hoe komen ze daar alweer aan? Of ja, er is iets wordt gelekt. Er wordt iets gelekt. En dan moet je je afvragen, zijn jullie de enigen die dit aanbod hebben gekregen? Dat is het ding. Is er iemand in jullie groepering die zich apart heeft gedragen de laatste tijd? De laatste weken? De groepering is sowieso een beetje... Niet zoals het was, zeg maar. Dat. Ja, ik wilde jullie erop attenderen. Nogmaals, ik ben niet helemaal achterlijk. Ik ga dit soort dingetjes niet aan. Ik onderteken het heus al, hoor. Net zoals jullie wil ik kijken wat ik er zelf uit kan halen. Mm-hmm. Exact. En ik wil gelijk gewoon open zijn in dat opzicht. Ze hadden het tegen mij over dat er nog bepaalde details missen van bijvoorbeeld de juweliersoverval. Zoals datum. Nou, ik heb het idee dat jullie dat zelf nog niet eens weten. Dat soort dingetjes. Mm-hmm. Ik ga sowieso een valse datum opgeven. Nou, we moeten even kijken. Misschien kunnen we wel met elkaar afstemmen dat je wellicht iets als in echte informatie kan doorspelen. Wat daadwerkelijk waar is, maar wat wij opgezet hebben. Jorg die vroeg of hij tijd had. Ja, ik heb wel tijd. Vind je het erg als ik meekom of moet hij heel even alleen gaan? Doe nog maar heel even alleen. Oké.
Maar het ja. onderwerp wil ik ook binnenkort wel even tegen jou over hebben. Oké. Okay. Maar ik wil eerst even... Ja, dan moet je Jordi even een ding sturen. We zijn op een maandag rij, hè? Waar zijn jullie? Waar is Jordi, weet je dat? Ja, we zijn nu rond PP aan het rijden. Kom maar naar... Moet ik even locatie... Ja, maar wat zeg je dat nu tegen mij? Want ik moet er niet bij zijn. Oh nee, ben je met Jordi? Of... Ja, ik ben met Jordi, ja. Kan je hem dan vertellen waar hij heen moet, als ik locatie weet te bereiken? De Mainspank, kleine garage, weet je eronder? Dat kleine garage onder de Mainspank. Ja, dan stap ik uit en dan gaat Jordi nou naartoe rijden, ja? Yes, prima. Yo. Joe. Oké, jongens, ik heb met Jordi afgesproken. Dat is puur om even alles te vertellen, hoe en wat. Ik laat mijn mobiel en zo even in de auto liggen. Ik wil eigenlijk alle apparatuur zo wil ik even weg hebben. En dan wil ik gewoon even gaan staan. En dan kan niemand ons horen en niemand ons verstaan. Dus ik laat mijn mobiel in de auto wachten. Bah, lekker puh, hij wordt vervolgd. Hé, hey, niet boos worden. Dit is gewoon de goede content, oké? Okay? Oké. Okay.